Daar zijn we dan met een nieuwe NEC-update voor de wedstrijd tegen FC Emmen, die morgen gespeeld gaat worden, morgen om 6:15. Maar eerst maar eens even terug naar afgelopen zondag. Gelijk tegen Vitesse en de rode kaart van Tanane. Na afloop reageerde trainer Rogier Meijer al bij ons voor de camera van nou, ik ga in ieder geval van de week even een bakje koffie met hem drinken. Dus de vraag is heel simpel, hoe was de koffie? Goed. Goed alles kunnen uitspreken? Ja hoor, ik heb alles uitgesproken wat ik kwijt wilde en ja, we gaan weer verder. Ja, heeft hij zelf daar nog iets over toegevoegd bij je? Excuses nog extra gemaakt of waarom het misschien gebeurde? Nou, als het zo zou zijn, dan houden we het wel onder ons. Ik bedoel, dat is een gesprek wat ik met hem heb gehad en zoveel gesprekken heb ik ook met andere spelers. En ik denk dat de focus bij ons nu moet liggen op Emmen. En er kwam er ook goed nieuws deze week uit de Goffert. Want de tweede speler die verlengd heeft na Lasse Schöne, nu ook Dirk Proper. Zat er al een beetje aan te komen. Hè. In Spanje was hij ook al vrij positief in ieder geval over de gesprekken. En natuurlijk hebben we hem even gesproken over zijn verlenging. Ja, ik denk de visie die de club heeft. Uiteindelijk zie je dat de club in de afgelopen jaren gegroeid is van keukenkampioen divisie, eredivisie. En de ambitie om de komende jaren nog mooie dingen te bereiken. Dus dat stond mij wel erg aan en daarnaast gewoon het vertrouwen dat ze in me hebben. Waar zie je voor jou nog dan de dingen waar je kan ontwikkelen binnen deze club? Ja, ik denk dat ik nog een bepalende rol kan spelen in de groep. Ik denk dat ik nu dit seizoen heb laten zien dat ik volwaardig basisspeler ben. Maar dat ik ook moet uitgroeien tot een speler die gewoon een belangrijke speler in de selectie. En daar ga ik de komende jaren op focussen. Ja, je wil een wat belangrijke rol in het elftal opnemen. Hoe moet ik dat dan zien? Ja, gewoon dat je, nu ben ik baas spelen en kan ik goed met een niveau mee, maar ik moet ook gaan laten zien dat ik wat beslissender kan zijn. En dat is dan niet per se alleen maar het doelpunt en assist, dat zou mooi zijn, maar ook gewoon het spel wat meer naar je toe trekken. En ik denk dat ik daar de komende jaren in ga ontwikkelen en dat er dan veel moois uit kan komen. En dan de wedstrijd van morgen. FC Emmen is hier in de Goffert de tegenstander. Nog niet zo lang geleden in Spanje hebben ze er nog tegen geoefend. Dan nu voor het Echi. We praten erover met trainer Rogier Meijer. Dan zijn die oefenwedstrijden, die staan natuurlijk los. Maar neem je daar wel iets aan mee? Nou, naar de groep toe heb ik er niks in meegenomen. Omdat het is een oefenwedstrijd. En dat is toch een ander soort scherpte wat je bij de groep dan niet hebt. Natuurlijk hebben we er zelf al naar gekeken. Maar aan de andere kant, Emmen heeft ook twee wedstrijden gespeeld. Hè, in de competitie Twente en de Cambuur. En hebben ze het ook eigenlijk op een andere manier gedaan dan in de oefenwedstrijd. Dus we hebben ons met name gefocust op de laatste twee competitiewedstrijden. Ja, je kunt een leuke stap maken als je hier die drie punten. Zou ook sowieso wel eens een keer lekker zijn natuurlijk, die drie punten. En jezelf weer eens beloond. Want je speelt goed voetbal, maar nu nog eens een keer die drie punten pakken. Ja, klopt. Ik bedoel, we zijn denk ik, ondanks dat we niet de drie punten hebben, gewoon prima gestart in het nieuwe jaar. Ajax gelijk, Vitesse met 10 man gelijk en Almere gewonnen. Nou, de laatste twee voor de winter hebben we gewonnen. Dus wat dat betreft zijn we gewoon een uitstekende serie bezig. Alleen, we willen graag winnen. En ja, morgen hebben we daar de kans voor. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen. Dat betekent dus dat je een oplossing moet zoeken voor Tanane. Die heb je gevonden? Zeker, daar is mijn werk. Dus ik heb er over nagedacht en we hebben ernaar gekeken. En we hebben zeker een oplossing daarvoor gevonden, ja. Ja, met z'n op 10? Dat kan de oplossing zijn. We hebben meerdere opties daarin. En we hebben ook verschillende opties aan de zijkanten. En misschien hebben we daar nog wel een verrassing in. Maar dat hou ik nog even voor mezelf. Goed, hij moet dus nog wat puzzelen voor. Of dat heeft hij in ieder geval gedaan voor Tanane. Waarschijnlijk met z'n op 10. En dan die verrassing. Sissoko. Zou zomaar kunnen. Morgen weten we het in ieder geval, want dan is de wedstrijd om 6:15. Natuurlijk ook weer live te volgen op de radio bij onze collega's RN7. En wij zijn er dinsdag weer met een update, want er wordt ook nog woensdag gevoetbald tegen Feyenoord. Graag tot dan!